Oh, je bent Fisco. De Visco Girl. Soms te vinden in het wild en vaak worden ze in groepjes gespot. De Visco Girl kenmerkt zich door een paar opvallende items. De scrunchies, slippers, handzeep. Deze tas met een rare naam. Ze hebben zich al zo ver ontwikkeld dat ze hun eigen taal spreken. Enkele bekende kreten zijn sk, sk, sk en nijoep. De joepie nieuws. Ik heb natuurlijk een video gemaakt over de Visco Girls. De nieuwste trend die nergens op slaat. Althans, dat vind ik dan. Want het is eigenlijk gewoon een trend waarbij meisjes dure dingen kopen om erbij te horen. Dus ja, dat klinkt nogal oppervlakkig. Volgens mij is het ook nogal oppervlakkig. Maar weet je, ik dacht zo bij mezelf. Wat nou als ik het gewoon helemaal verkeerd heb? Misschien begrijp ik het gewoon helemaal verkeerd. En toen dacht ik bij mezelf. Wat nou als je misschien de Visco Girl pas begrijpt als je er eentje bent? Waarschijnlijk alsnog niet, maar oké. Maar goed, daarom ga ik wel mezelf vandaag transformeren tot Visco Girl. Wat doe ik mezelf aan, mensen? Oké, mensen, als eerst gaan we natuurlijk de checklist maken. Dit is echt Visco. Rare merk tas. Scharlravenkanken. Echte Visco slippers. Echte Visco slippers. Zelfgemaakte armbandjes, heel Visco. Armbandjes. Visco girls hebben veel scrunchies. En natuurlijk niet te vergeten, scrunchies. Ai, oké, we hebben sowieso een begin gemaakt. Laat me even op internet kijken wat nog meer een beetje Visco is. De Visco girl list. AirPods. Zo'n rare bekerfles ding. Een metaal rietje. Wat heeft dit met Visco te maken? Oké, weet je, laten we anders gewoon naar de winkel gaan. En dan kijken gewoon wat we allemaal gaan halen. Ik vind het nu al echt helemaal niks, mensen. Nope, 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 nope. Oké, let's go. Eventjes later. Wij moeten even een winkel vinden waarin ze al die Visco shit kopen. Dus, en alles kopen. Maar dan moeten we even denken te vinden. Ik denk dat ze dat hier wel hebben, want ze hebben hier gewoon heel veel winkels. Maar komt goed, mensen. Gaan we voor. Moet ik dit dan gaan dragen? We are back! Yeah! We did some shopping! Mensen, we zijn terug. We hebben onze hele lijst voltooid. We hebben Visco spullen gehaald. Let's go! En dan ga ik jullie natuurlijk eerst laten zien wat we allemaal hebben gehaald. Want we hebben best veel dingen gehaald. Iets wat lijkt me super Visco is, zijn scrunchies. Dus... ik heb een scrunchie. Maar kijk, ik dacht natuurlijk, ik kan 1 scrunchie halen. Maar nee. Ik heb 9 scrunchies gehaald. Let's go. Wij worden ultimate Visco. Wij hebben meer mensen. Wij hebben ook deze armbandjes. Die kunnen er ook bij. Let's go. Ik heb een oversized vrouwentrui gehaald. Die kan er ook nog bij. Er zat ook zo'n drinkfles bij ofzo. Maar ik zag dus die was 50 euro. Dus ik heb een skere tweedehands drinkfles uit mijn kast gepakt. Werkt ook. Improvisatie. Geen idee wat dit met Visco te maken heeft, maar ijzeren rietjes. Yeah. Hey, die match bij mijn ijzeren fles. Dat klinkt niet zo nice. Wow, 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 wow. Misschien is hij daarvoor bedoeld. Nice. Oh, en wat me natuurlijk in de eerste video heel erg verbaasde, was de handgel. Of de hand sanitizer, of hoe je dat ook wilt noemen. Raad eens wat wij ook hebben, mensen. Disinfect handgel. Maar wacht. Natuurlijk niet 1. We hebben er 2. Yay. Maar wacht. Ik dacht 2 is niet genoeg. Dus ik heb ook nog 2 reusachtige gehaald. Oh, is deze nu al kapot? Oh, shit. Oké, die is oprecht gewoon gelekt. Maar goed, we hebben dus 4 handzeeps. Oh ja. En natuurlijk, wat ook heel belangrijk was, kunnen we natuurlijk niet vergeten. De Visco slippers. Maar die heb ik al, dus die ga ik even halen. Heel Visco. De echte Visco slippers. Oh, en om de transformatie compleet te maken, heb ik hier natuurlijk ook mijn eigen AirPods. Die mogen er ook bij. De tas natuurlijk, die kunnen we niet vergeten. In het Jeugdjournaal filmpje was er ook één bepaalde tas, die in het begin werd genoemd. Een of andere Fjallraven, ja. Een of andere tas werd dus genoemd, maar toen keek ik online en die tas was 100 euro. Ja, en ik dacht, ik ga geen 100 euro voor zo'n tas betalen. Dus we hebben geïmproviseerd onze eigen Fjallravenkankentas. Dit is echt Visco. Mijn kleurenprinter was wel op, dus hij is zwart-wit. Maar goed, je ziet amper verschil. Laat de transformatie beginnen. Woe! Oké, Visco transformatie. 3, 2, 1. Yeah! Visco. Kijk, ik zeg jullie eerlijk. Nu ik zelf een Visco girl ben. Het is nog steeds even kut. Dit slaat helemaal nergens op. En ik voel me ook zo niet mannelijk. Ik dacht, misschien ga ik de trend beter begrijpen toch als ik zelf Visco girl word. Nee,
Nee, nee, nee. Zullen we Steve vragen wat hij ervan vindt? Steve, van mijn nieuwe look? Wedstrijdzwemmer. Lekker op een wedstrijdzwemmer. Ja. Nee, kom op! Check de tas! Hey, jou raven. Bro! Jou raven, danken. Wat? Hey, jou raven. Nee. Oh, je bent Fisco! Hey! Oh my god, de AirPods, no way! En wat is dat? Dit is mijn oversized Fisco trui. Het is zo'n speedo. Nee, de onderbroek hoort er niet bij, hoor. Zo. Wil je een metalen riet? Oh ja, daar hou ik van. Hier! Thanks. Maar wat vind je van mijn look, even serieus? Geef mijn riet terug. Dat was echt raar geleid. Oh, ik kom bij jou liggen, weet je. Hey, blijf van me af. Ja, goed mensen, dat was mijn visco transformatie. Ik zeg jullie heel eerlijk, ik dacht misschien als ik de trend doe, begrijp ik de trend ook meer. Maar het is oprecht nog steeds gewoon even kut. Wat vind je van mijn scrunchies, though? Het is op zijn haarband. Maar ja, goed mensen. Like deze video als je het leuk vond. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En yo, dan zou ik zeggen later. Yeah.